Ik kan me inbeelden dat Eddie Plankaert ook wel wat kan gebruiken. Ziet er een beetje schraal uit. En waar jij dan stevast in de VIP zit? VIP, dat is, wat is dat? Dit is het moment, José, waarop in de volgauto's frisson bij uitstek gegeten wordt. Ja, inderdaad. En als wij daar dan iets op zeggen hier, op deze plaats, dan zegt frisson, ja, wat denken die mannen dat wij altijd aan het eten zijn? Die mannen die daar de brug gingen inhuldigen, zeker met een, ja, de nodige vocht daarbij, water dan wel in dit geval. Kijk, José. Ja, ja. Wat is Spurt? Het Spurt, hè. Spurt is een straat die, ja, Spurt noemt. Ja. Dat is geen Spurtstraat, dat is gewoon Spurt. Ja, niet zo direct. Maar de naam van mama van Avermaet ken je wel? Ook niet direct. Nee? Niet liegen, hè? Ik denk dat hij nauwelijks 3 seconden de tijd gekregen heeft voor 1, ja, wat half natte zoen. Dat was een snelkus, ja. Een snelkursuskus. Isse. Paling. Dat denk ik. AG dus, hè, is dat niet machtig? Daar denk ik dan aan. Ik denk dan aan paling, José. Ik ook. Jij denkt altijd aan koersen. Ah, nee, maar ja, kijk, staat hier. Een 6 miljoen extra, ik denk aan paling. Ja. Ja, ja. Paling op grootmoederswijze. En hoe ziet hij eruit? In shallotsaus. Blij, ja, nee, zeg jij dan. Kun je zelf maken. En dan gaan we meestal in het geel de favorieten, zij die kans maken op de top 10, die duiden we dan aan. Laat ons zeggen dat ik de favorieten iets harder geduwd heb met mijn stift. En heb je bij je Pidcock ook wat harder geduwd? Nee. Nu ben je zeker, José, want je kent mijn vrouw van al. Ik ook niet. Nee. Goh, wat is de tijd naartoe dat ik al die vrouwen kende? Echt lang geleden. Donker aangezicht, een behoorlijk wat baardgroei, wat stoppels. Zo herkent u Tom van Altbroek, maar van achter is dat natuurlijk moeilijk. Vraag je je af, is hij nu eigenlijk 1 kilometer vlak bij? Is hij nu 1 kilometer vlak? Wellicht niet. Vandaar dat dat ook Vlaamse Ardennen heet. Hè? Weet je wat dat Westmalle doet? Ik had het over druk. Ja, jammer. Maar weet je wat Westmalle doet? Nee. Dat vermindert de druk in je banden. Oh ja? Ja. Als je er 4 uit hebt, dan heb je het gevoel dat je op asfalt rijdt. Dat is zoiets van, wat kan er ons gebeuren? Waar kasseien? Hoe kasseien? Ja, ja. Ja. Wie kasseien? Ja. Ik ben er ooit geweest met Eddie Plankaert voor de opnames van de Flandriens. Plankaert heeft daar nog haar stof in brand gekregen. We vroegen een trappist en nog één en nog één. En iedere keer ging ze via het trapgat met zo'n deur die openklapte naar beneden. En ze was toen 3 of 84 en flux kwam ze met die trappisten naar boven. Ze is nu 99. Plankaert weet dat nog. Ik denk dat Plankaert toen in plaats van Suzanneke, Josianneke zei. Dat wat je om mij aan het denken was. Ja. Straks heb je nog een café. En als je bij Georgette binnengaat, ze woont nu elders. Ze woont naast het standbeeld voor Van Wijnendalen. Dan krijg je een druppel. Ja. Het zou liever vandaag zijn. Ik had dat gisteren moeten doen. Dus, ik ga dat toch noteren als een van de uitspraken van de ronde van 2021. Vanavond is niet zo vierkant. Ja, maar kijk maar straks als je hem ziet. Nee, nee, hij heeft zoiets op de rug bekeken, heeft hij iets rondere schouders, terwijl Mathieu iets vierkantere schouders heeft. Zie daar het bewijs dat als je zo'n uitspraak lichtjes uit de context haalt, dat je een prachtige titel hebt. Ja, tuurlijk. Ja, maar als je iets uit de context haalt, dan krijg je oftewel oorlog, oftewel, ja, iets anders. Hè. Dan zien we die spaak ergens aan. Het zijn er meer dan één zelfs. Kijk, het zijn er een paar. Oeh ja. Ja, dat wil dus zeggen dat wielen is helemaal paraplu. Daar raak ik niet meer mee aan de overkant van de weg. Riesebeek, dat was net voorbij in de trap op. Wel, dat wielercafé is een frituur geworden. Het café, dat is nog even gesloten. Ja, sla nog wat mondvoorraad op, René. Renat. Het is een wielersfrituur nu. Hoewel, dat klopt niet. Hè. Fritten en... Waar zou Marie-Jeanne gebleven zijn? Ah ja, dat moet jij weten. Hè. Jij bent de specialist van al die vrouwen die in die cafés gewoond hebben. Ik had dan nog een cafeetje daar verder. Daar komen we straks. Hè. Het konijntje daar, of het konijntje. Hè. Dan kun je trappist drinken en ze deden daar iets bij. Of zo. Ja, het konijntje, dat was een toprestaurant in Waregem. Ja, ja, dat is waar. Maar het konijntje daarboven aan de Ronde van Vlaanderenstraat, daar kon je trappist drinken en die was net zo zoeter eigenlijk. Dat was iets speciaals. Je kreeg er ook maar 2 van de pas in. Ja. En als je het heel goed kon uitleggen, dan misschien 3. Maar 4 krijg je er nooit. Maar daar kwam jij niet voor in aanmerking. Van zo van, ik weet het jong, jij staat ook al lang droog. Hè? Ja, ik ook. Qua overwinningen bedoel ik. Ja, 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 ja.
Rugnummers, rugnummers en nog eens rugnummers. Ja. Om een stijl te zien. Met de benen open, hè? Ja. Dan is, vangt Alaphilippe zoveel wind niet, hè? Het is kloten. Waarom gebruik je zo'n pertinent woord? Ja, omdat hij niet meer gaat rijden. Hè? Ze mogen natuurlijk ook niet te lang lummelen, de achtervolgers, want anders is het naar de chocadijzen. Ja, we zouden nu vlieg moeten zijn en binnendringen in de auto van de koning. Op een elegante wijze door het raampje fladderen en in de neus peuteren van het zij Steels, het zij Peters. Dan gaan mijn 100.000 hoofdharen rechtop staan. 100.000. Ja. Zeer elegant. Zoals de man van elegant daar nog naar boven rijdt. Die Asgreen is zeer, zeer cool. Ja, mijn indruk is zelfs onderkoeld. Toch is mijn indruk nog altijd, José, dat ze vooraan zo'n vaart maken dat alleen een massale paddentrek ze kan doen remmen. De overzet van de paddentrek. Ja. Is die bezig of is die ondertussen gedaan? Ik zou het bij God niet weten. Nakende. Men zegt me dat de paddentrek gedaan is. Sorry. Ja. Alleen de gedachte al. Plak er eens een jaar op? 2035. Zitten we hier dan nog? Ja, denk ik. Als we niet dan nog zitten, dan heeft de VRT een probleem. Maar een heel groot probleem. Wat dat wel zou kunnen misschien, dat er zo'n kanaal bij komt voor zo'rusthuis de televisie, zal ik maar zeggen. Ja, je zegt dat als een witsje. Het zou zomaar kunnen, hè. Ja.